Hey kijkers en leuk dat je kijkt naar Lama's. Mijn naam is Ruben en vandaag gaan we weer Stranded Deep spelen. Zoals je kan zien, we hebben een soort van hutje gebouwd, een shelter, hebben een kampvuur gemaakt. We hebben wat spulletjes verzameld hier zo, drinkable coconut. En hier nog wat bouwspulletjes. Het is nog steeds nacht. Ik weet niet precies hoeveel minuten het nacht duurt. Maar ik wil eigenlijk een krab of zo gaan pakken. Alleen, je kan hem dus zo oppakken en dan erin gooien, maar hij wil er niet in. Je kan dus ook dit doen met een andere muisknop. En als ik hem nou erin leg. Als ik hem nou gewoon erin leg. Daar zo in, zo. Hop. Ga erin. Kom op. Hij zweeft er gewoon boven. Nou erin. Het is uw moeder niet. Kom op. Als ik hem nou zo even erin hou. 2000 years later. Lekker. Lekker hoor. Kijk, wat je ook kan doen, is ook wel grappig, is dit. Je pakt zeg maar een kokosnoot en die swing je zo. Die is weer weg. Maar in ieder geval, wat ik deze aflevering wilde gaan doen, ondanks het nog donker is en de maan, het volle maan is. Is bij elk eiland heb jij een soort van schipwrak. En in het schipwrak ligt iets. Daar is dus ons schipwrak. En, ik kan trouwens in de bomen klimmen. Gek. Kan ik helemaal ook op de top, of niet? Wow. 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 doen we dus niet meer. Maar in ieder geval, daar is ons schipvak. En, is dit een kwal? What the fuck is dit? Ik kan het niet verplaatsen. Wat is dit? Het is geen steen, want steen ziet er zo uit. Nou, in ieder geval, we gaan dus naar het schip toe. Alleen, omdat het donker is, kan ik de haaien niet goed zien aankomen. En ik weet dat het niet zo'n heel slim idee is. Maar we gaan het toch proberen. En ik weet niet of dat een haai is. Ik zie daar rechts zie ik iets boven staan. Kan ik hier op trouwens? Volgens mij kan ik hier wel op. Kom op, ga erop. Oh shit. Ik hoor een muziekje. Klinkt niet goed. We gaan terug. In het donker is het al helemaal niet zo fijn, want je kan niet zien waar een haai is. En bij elk eiland zelf is volgens mij wel één haai, op zijn minst. Oh, zie je wel? Holy shit! Holy shit! Kijk hem dan achter ons zwemmen, kunnen we hem niet gaan steken ofzo? Kunnen we hem niet steken? Steken. Oh, waar klim ik dan in? Hè? What the fuck is dit? What the fuck? Dit spel. Kijk dan. Ik loop op niks. Wow. Ik kan heel te blijven omhoog lopen. Kan ik ook naar voren lopen? Ik kan alleen maar omhoog naar de zijkant. Oh. Nail dit. Kijk dit dan. Oh, en als ik zo kom, niet naar beneden. Je kan niet die kant op. Hoe hoog kan ik nou gaan? In ieder geval, als ik nou val ik zacht. Oh. Kan ik ook nog naar beneden? Of kijk, daar was ons kamp. En we moeten toch een beter kampvuur kunnen maken, want... Is kampvuur uit trouwens? Oh shit. Maar kan ik het kampvuur nou, als ik nou... Hè? Het spel jongen, als ik nou... Campfire. Ik loop op het kampvuur blijkbaar. Oké, ik wil even... Kunnen we deze boom trouwens ook kappen of niet? Nee, hier kunnen we niks mee. Ik wil nog even wat meer hout hebben, want volgens mij met nog iets meer... Oh, wat gaan we hier doen? In ieder geval, met nog iets meer hout kunnen wij volgens mij iets nieuws gaan maken. Een groter kampvuur of iets anders. In ieder geval, ik zou gewoon voldoende van alles hebben. En dan komt dat vanzelf wel goed, denk ik. We gaan deze hoge palm gaan we kappen.
En het kamp, dit spel echt serieus, ik vloog net. Het kampvuur is in de grond weggezakt en de palmbomen komen omhoog als je ze omkapt. Nee, niet die kant op trouwens. Moet ik in het water gaan kappen. Come on, bitch. Oké, de bladeren hebben we al. Nou, naar de trunk. En kijk trouwens echt even hoe dat hakken eruit ziet. Je ziet echt gewoon heel de tijd een beetje dat... Oh. Dit spel, jongen. Alles glitcht hier en ik schrik heel de tijd, want ik denk in het water. Dat is die haai of zo die eraan komt, maar ook niet. Oh, even op. Oh, nee, wat doe ik nou weer? Wat doe ik nou? Oké. Zo. Hoppakee. Wieep. De blauwe kokosnoot. Vlieg! Freedom! Oké, nou op een gegeven moment. Oké, ik heb even wat allemaal hout gepakt en zo. En wat nieuwe. Ja. Touwdingen. Een steen nog erbij. En even kijken of we nou iets kunnen maken. We kunnen nog steeds iets hetzelfde bouwen. Maar ik wil iets nieuws. Ik wil niet nog iets. Ik wil. Dat kampvuur. Kan ik niet een. Een campfire. Zal ik dit gewoon wegdoen dan? Campfire. Oh, bed! Oh, we gaan een bed maken. We gaan een bed maken. Oké, moeten we dan buiten slapen? De bed kan niet in onze foundation. Oh, wacht. Ik weet al wat we gaan doen. Dit. Heel even niet. Hoe doen we dit nou? Oh, hoe doen we dit weg? Oh, ja. Oké, in ieder geval. Zo doen we het dus weg. Wat we gaan doen is maken een grotere fundering. En met die grotere fundering kunnen wij het bed neerzetten. Kijk, 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 kijk. Hoppa, daar gaat hij. En dan support. En een wall. Oh, wacht, nog support. Oh, 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 oh. Support. En dan een muur. Oh, we moeten even meer hout hebben. We moeten meer hout hebben. Gaan we verder met hout hakken. Oké, we zijn dus nu even de boom aan het omhakken. De glitchboom. Oh, waarom doet hij dit nou niet? Fuck. Ja. Mijn ex is op. In ieder geval, nou, ik sluit hem bij deze af. Mocht je deze video nou leuk vinden, vergeet dan niet op het blauwe duimpje te drukken. En ik zie jullie weer bij een volgende aflevering, jongens. Later.